Typhoon, dankjewel. Dat je op de uitnodiging in bent gegaan. Ik heb jou gevonden eigenlijk gewoon online. Via de Den Haag Peace Project. En toen ben ik gewoon kijken wat je doet. En het leek me interessant om met jou een gesprek aan te gaan. Om verschillende redenen. Ten eerste omdat jij onderzoek hebt gedaan naar de Armeense genocide. Dat is de voornaamste reden. En omdat ik dus benieuwd ben, wat heeft daar nou plaatsgevonden? En jij hebt nog een iets diepgaander onderzoek gedaan in je scriptie. En dat is dat je ook bent gaan kijken waarom het nou kon gebeuren. Ja. En dat is iets wat we vaak missen. En de hoop is natuurlijk dat als we daarvan iets leren, en ook het verhaal van jouzelf, het feit dat jij zelf eigenlijk heel nationalistisch was en op onderzoek uitging en erachter kwam dat bepaalde dingen die jij geleerd had niet klopten, dat ons iets ook kan leren over andere kinderen die nu op die manier opgroeien. En de hoop is natuurlijk ook dat als we iets leren over de Armeense genocide in Turkije en Armenië, dat we ook iets leren over onze eigen leefruimte en onze eigen plek in Nederland. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje de reden waarom ik jou uitgenodigd heb. En vertel kort wat je doet en wie je bent. Misschien is dat een goede intro. Ja, ik ben coördinator hier bij de Hague Peace Project sinds 2015 van de Armeens-Turks-Koerdisch-Nederlandse werkgroep. Sinds eind 2019 hebben we besloten om ook de witte Nederlanders toe te voegen aan de werkgroep. Omdat heel vaak in de discussies die we hebben het ook over witte of blanke of autochtone Nederlanders gaat. En zonder hun, dus, en dat is tegen onze filosofie, want als je dialoog organiseert, bijvoorbeeld tussen Turken en Koerden, dan is het heel belangrijk dat er ook daadwerkelijk Turken en Koerden aanwezig zijn. Ja. En een dialoog, je kunt niet echt een dialoog met iemand waar je over praat. Precies, precies. En dat, dialoog is dus vanaf 2015 onze hoofddoel. Om natuurlijk bepaalde problemen die terugkeren in de maatschappij aan te kaarten. En ik ben begonnen in 2015 toen het vredesproces tussen Turkije en de PKK mislukte. Wat een enorme teleurstelling bij mij teweegbracht. Bij ons allemaal. Bij iedereen natuurlijk. Maar niet iedereen, want sommige mensen zijn meer van de oorlogspolitiek. En toen dacht ik van, hey, waarom moet ik nu opeens in die vechtstand gaan? Alleen maar omdat de leider van Turkije zegt dat we nu oorlog gaan voeren. Dus ja, het was ook een manier om zelf die kanalen van dialoog te openen, te graven. En ja, dat doe ik sinds 2015 met vallen en opstaan. Met een betrokken groep mensen. Het is niet zo'n grote groep, maar het is wel een standvastige groep. Het is dus een werkgroep met verschillende etniciteiten waarin jullie een dialoog voeren. En waar gaan die dialogen over? Nou, het gaat vooral over gevoelige kwesties. Mm. Dus die hun oorsprong vinden in Turkije, Koerdistan, Armenië. Dus die politieke problemen, die hebben ook effect hier in Nederland. Mm-hmm. En wij, er waren incidenten. En dus dan praten we ook bijvoorbeeld over de Armeense genocide. De ontkenning die er nog steeds is binnen grote groepen van de Turkse maatschappij. De Turks-Nederlandse gemeenschap. En we proberen te achterhalen van waarom die ontkenning er nog steeds is. En kijken wat wij als werkgroep kunnen betekenen voor elkaar. Want het is ook heel negatief altijd tussen Turken, Koerden, Armeniërs. En kijken of we daar een alternatief bij kunnen plaatsen. En hoe kunnen die dialogen die in die groep plaatsvinden, hoe gaat dat effect hebben op daarbuiten? Kijk, die werkgroep komt dan bij elkaar en dan bespreken we meestal ook de projecten die we samen willen gaan doen of hebben gedaan en evalueren die. En het is gewoon een plek, een eigen ruimte waar we hier zitten bij de Hague Peace Projects. Wat er voor die groepen mensen niet op deze manier is in Nederland. En kijken hoe we zelf, bottom-up,
kunnen kijken, wat moeten we doen? Moeten we schoolbezoekjes doen? Mm-hmm. En daar iets presenteren als Turkse, Koerdische en Armeense Nederlander? Of gaan we zeg maar meer in het openbaar, publieke avonden organiseren? En dat hebben we allemaal al gedaan. En het moet op een structurele manier plaatsvinden, vinden wij, omdat de problemen ook structureel zijn. Ja. Zou je een goed voorbeeld kunnen noemen van een project wat jullie gedaan hebben wat positief effect heeft gehad? We hebben nu Turkus in Nieuw-West volgens mij. Precies. Kijk, Turkus in Nieuw-West is eigenlijk in 2018 is dat ontwikkeld. En dat was ook een beetje een reactie op wat we daarvoor hadden gedaan. Want we zijn in 2015 begonnen. En hier verderop bij Humanity House hadden we een evenement Tijd om te praten. Turken en Koerden in dialoog. Dus ja. Openbaar gingen we het over die zware onderwerpen hebben. En dat hebben we in 2017 gedaan. Eind 2017 op het Bloedbroeders. Mm-hmm. De documentaire van Sinan Can. Uit 2015, maar we dachten van het is een hele goede documentaire. Eigenlijk tijdloze documentaire. En die moeten we gezamenlijk kijken. Dus we zitten heel vaak alleen achter onze laptop en op de smartphone. We kijken al die documentaires. Maar ja, de beleving is dan individueel. Het gaat juist om de gezamenlijke beleving en daarna een Q&A. Mm-hmm. Van wat hebben we gezien? Hoe sta jij er tegenaan? Of waar was jij het eens of mee oneens? Het is belangrijk om ook op die manier. Dat vond ik een van de wat mooiere projecten die we hebben gedaan. Dus, ja. En dat hebben we toen in samenwerking gedaan met de doopsgezinde gemeente in Rotterdam. Ja. Dat is een kerk van de wederdopers. En dat vond plaats binnen een kerkgemeenschap. En dus je ziet heel vaak we komen bij elkaar als Turken, Koerden en Armeniërs. Maar het is ook een integratieverhaal. Want mensen, witte Nederlanders, zijn ook heel geïnteresseerd naar dit project, wat wij initiatief. Maar er is ook een afstand tussen zeg maar de autochtone gemeenschap en de allochtone gemeenschap. Mm-hmm. Dus op die manier zijn we eigenlijk op meerdere fronten bezig. Dat is interessant, dat je bij die moeilijkheden eigenlijk wat vooral speelt tussen verschillende allochtone groepen, autochtonen erbij betrekt. Ten eerste omdat het inderdaad ook een integratieverhaal is en omdat de autochtonen of de witte Nederlanders, blanke Nederlanders, de woorden die we kiezen zijn tegenwoordig zo beladen dat ik soms niet meer weet wat ik moet zeggen. Maar goed, in ieder geval, dat is interessant dat die erbij komen om het te hebben over een probleem wat binnen die groeperingen plaatsvindt. Ja, en eigenlijk was dat ook een van de belangrijkste frustratiepunten in 2015, maar daarvoor 2014. Dus je had het vredesproces mislukte, maar in 2014 ook bijvoorbeeld Kobani, de aanval van ISIS op Kobani. En dat vanuit Turkije eigenlijk genietend werd gekeken naar wat er daar allemaal gebeurde. Ik kan me nog die dingen op WhatsApp heel goed herinneren van tegen de PKK en zo. Maar wat ik dus wat opviel in de media, het waren vooral witte Nederlanders, witte journalisten die over Turken en Koerden spraken, constant. En toen dacht ik van ja, maar waar zit dan die eigenaarschap in deze verhaal, in deze producties die plaatsvinden? En dat probeerde ik ook terug te halen. Mm-hmm. Want ja, jullie kunnen wel schrijven over Turken en Koerden. Maar het is veel belangrijker dat die mensen zelf aan het woord komen. Ja. En nog een stap daarna kijken of we een oplossing kunnen bieden voor elkaar. Waarom is het belangrijk dat Turken en Koerden bericht geven over Turkse en Koerden gebeurtenissen? Als het louter een berichtgeving is, wat verandert dat? Kijk, het gaat niet zozeer om berichtgeving. Het gaat ook om dat ze aan het woord komen. Dus dat het volk aan het woord komt. En dat gebeurde heel weinig. Het ging vooral over wat Erdogan had gezegd en wat er aan Koerdische leiders zeiden. Terwijl, het volk is bijna altijd het slachtoffer van aanslagen of aan de Koerdische kant. Ja. En dat kwam niet echt goed naar boven.
Maar het belang, kijk, die mensen, die experts, en dit is een algemeen probleem in de NGO-wereld, maar ook in de media. Het gaat om mensen die bericht doen, verslag doen van iets wat niet echt binnen hun eigen leefwereld een plaats heeft. Het is mm-hmm. gewoon een ver weg van hun bedshow. En dus dan denk ik van, in hoeverre voelen jullie wat er daar gebeurt? Mm-hmm. Dus het is wel belangrijk dat die mensen, waar ook zeg maar die bommen vallen, ja. die moeten dan ook hun eigen verhaal, die moeten de ruimte krijgen om hun eigen verhaal te vertellen. Ja, nee, inderdaad, ik zie dat ook wel gebeuren met berichtgeving over Koeristan, van mensen die inderdaad daar niet wonen of dat daar die ervaring niet doorleefd hebben, dat je toch merkt dat ze bepaalde dingen missen of bepaalde dingen niet helemaal meenemen, omdat ze die ervaring niet hebben gehad. Aan de andere kant, maakt die afstand die je hebt je juist niet, of is het niet juist de mogelijkheid die er is door die afstand dat je juist veel neutraler bent, omdat Zeker. Je dus niet in die emotie schiet. Zeker, het is enige distantie is natuurlijk heel belangrijk. Want als je kijkt naar Turken en Koerden, dan zie je wat voor traumatische effect te veel verbondenheid met een bepaald idee of een volk kan hebben. Maar het is dus, het schoot helemaal door naar die andere kant. Dus het is wel belangrijk om een goede balans te vinden tussen distantie en betrokkenheid. Ja. En sommige berichtgeving was echt van ja, de Turken doen dit en de Koerden doen dat. Het is echt zo'n verdeel en heers mentaliteit. Merkte ik ook wel. Vooral in 2014, 2015. Maar er is wel, hoe noem je dat ook alweer? Inzicht. Voortschrijdend. Ja, ik merk wel enige voortschrijdend inzicht ook in de media. Dus het begint wel een beetje divers te worden. Mm-hmm. Ik denk inderdaad dat het belangrijk is vooral om te begrijpen dat er een verschil is tussen koude berichtgeving van de events. Dit is wat er gebeurt, dit is dat gebeurd, die heeft dat gedaan, die heeft dit gedaan. En inderdaad de ervaring die het volk doormaakt wanneer ze in zo'n traumatische event meemaken. Kijk, die aanslag in Duitsland, wat er van een paar dagen terug. Daarin zie je dus wel dat NOS nu echt met die verhalen naar buiten komt van wat de Koerdische gemeenschap vooral daar beleeft en ook in de moskee. Maar als je het vergelijkt met wat er na Charlie Hebdo is gebeurd, toen waren misschien 1-2 weken lang ging het alleen maar over Charlie Hebdo. Ja. En nu hier, na 1 of 2 dagen, is het bijna weer vergeten. Terwijl, ja, die mensen, 8, 9, 11 mensen zijn dood. En ja, dat is gewoon finaal. Die mensen gaan daarmee leven. En die emoties, die moeten ook gerepresenteerd worden in de media. In Duitse media vooral. Ja. Ja. Armeense genocide. Yes. We kunnen hier over dit onderwerp denk ik nog heel lang praten. Dat zou ik zeker ook een keer graag doen. Misschien komen we er ook later op terug. Ik denk trouwens sowieso dat we erop terug gaan komen. Want het heeft misschien ook wel effect op de Armeense genocide of hoe dat plaats heeft gevonden. Wat ik interessant vond aan jouw masterscriptie die ik gelezen heb, is dat je eigenlijk aan het begin zegt dat je als kind geconfronteerd werd met bepaalde verhalen of ideeën die niet strookten met wat je geleerd had. Ja. En daarna uiteindelijk ben op onderzoek uit bent gegaan en dan een waarheid heb ontdekt waarvan je dacht, die niet strookte met wat je geleerd had of wat aan jou overgeleverd was, misschien het juiste woord. Voordat we ingaan op de inhoud van die scriptie, ben ik benieuwd hoe dat gegaan is, hoe dat aanvoelt wanneer je een bepaalde waarheid hebt, of denkt te hebben, met iets anders geconfronteerd wordt, denkt ik ga bewijzen hoe het zit, en uiteindelijk erachter komt dat je waarheid die je eerst had, toch niet datgene was. Ja, het is, kijk, ik ben geboren in een Turkse familie in Amsterdam Oud-West. En mijn vader las altijd de Hürriyet. Dat is de Turks krant, Turks nationalistische krant, maar het betekent vrijheid, Hürriyet. Mm-hmm. En daarin had je altijd zo'n hoofdje van Atatürk, mm-hmm. met daaronder
zo'n logo, dat is hun logo, met Turkije, Türklerindir. En dat betekent Turkije is van de Turken. Mm. Dus ja, ik was 4 of 5 jaar. Ik zei van, wie is dat? Wie is die man? Hij zei, ja, dat is de leider van de Turkse natie. Ik zei, waarom? Hij heeft Turkije gered. En wat staat daar? Turkije, Türklerindir. En ik zei, ja, maar dat is toch logisch dat Turkije van de Turken is. Maar later, en dus ook tijdens mijn onderzoek, merk ik, Turkije is van de Turken, is een slogan uit de Eerste Wereldoorlog. Mm-hmm. Van Turkije moest van de Turken gemaakt worden. En dat Turkije veel multicultureler was. Ja. En dat er veel andere bevolkingsgroepen waren. Maar dat is dus achteraf. Maar kijk, dat, zeg maar, dat is een bepaald moment. Een ander moment is, we keken tv, Turkse staatstv, TRT. En het ging over Armeniërs. En het ging over de Sözde Ermeni Soykırımı. Dus dat, die drie woorden, dat kwam steeds meer terug. En dat betekent de zogenaamde Armeense genocide. Mm. Dus ik dacht van, ja, wie zijn die Armeniërs? En toen zei mijn vader van, ja, ze zijn gedeporteerd, maar dat was voor hun eigen bestwil. En ze woonden daar vroeger, maar ze pleegden aanslagen en voor hun eigen bestwil moesten ze van A naar B. Ik dacht al, ja, waarom moet je mensen van hun eigen huis en haard verplaatsen? Dus ik begreep het niet echt, maar ik dacht natuurlijk, ja, mijn vader zal vast gelijk hebben. En die Armeniërs zijn sowieso de foute kant, dus het klopt wel. Hoezo waren ze sowieso de foute kant? Ja, dat was gewoon iets. Als je de hele tijd hoort van Armeniërs en terreur. En ze, er zijn ook hebben aanslag gepleegd op Turkse diplomaten. Ook in Nederland in de jaren 80 is er een Turkse diplomaat vermoord door Asala. Dat is de Armeense Revolutionaire Organisatie, die eigenlijk in Libanon in de jaren 70 is opgestaan. Mm-hmm. Om eigenlijk ook weer aandacht te vragen voor de Armeense zaak. Dus bij heel veel Turken hadden Armeniërs al een traumatisch effect. En je ziet dat eigenlijk is doorgegeven naar de Koerden. Ja. Dus Koerd, Armeen, Griek, dat waren allemaal, als Turk, tenminste bij mij is dat zo geweest, altijd een negatieve connotatie. Ja. Als je zegt Kurdistan of Ermeni, het is alsof je een speldenprik krijgt, want je bent zo voorgeprogrammeerd. Ja. En misschien een leuk verhaaltje hierbij. Ik was 2 jaar geleden was ik in Istanbul en je hebt daar die ferries waar je heen en weer gaat, hè? En ik was aan het wachten. En het leuke wat ik leuk vind aan Turkije en Istanbul is dat mensen tegen je beginnen te praten, zomaar. Maar die broederschap bestaat er wel onder mensen. Ja. En het leuke is dat ze niet, als in Nederland iemand met je begint te praten, beginnen ze een gesprek, maar zij vallen in het gesprek. Dus snap je een beetje wat ik bedoel? Dus ze beginnen gewoon een heel verhaal. Dus een vrouw begint een heel verhaal tegen mij terwijl ik aan het wachten ben. En ik zeg, oh sorry, ik spreek geen Turks, ik spreek alleen, ik spreek geen Turks. Zij zegt, oh oké, waar kom je vandaan dan? En ik denk, oh shit, moet ik dan echt gaan zeggen, cool. Ik zeg Irakees en het glipt, of ik kom uit Irak en het glipte eruit dat ik Koerd ben. En ik zag haar zo. Ze zei, do you like PKK? Oh my god. Ja. Dus inderdaad, het is gewoon, het roept, het woord alleen maar roept al heel veel, maar ook gewoon angst en ja, en, het is, ja, daar zag je eigenlijk de bevestiging van hoe, je hoeft alleen maar Koerd te zeggen, gelijk wordt de PKK erbij gehaald of gelijk wordt het in verband gebracht met terreur. Beetje vergelijkbaar met moslimterreur hier in Nederland of in het Westen. En Koerdistan hetzelfde hoor, als je daar Turk bij haalt of... Ja, precies. Is het ook aan de andere kant, zeg maar ook in Armenië, in Koerdistan heeft Turk, dat woord, of Turkije heeft gewoon een hele foute connotatie. En met natuurlijk historische redenen, maar nog steeds, het is gewoon ongemakkelijk. Dus ja, toen ik opgroeide, dus ik ben echt met die gevoelens ben ik opgegroeid.
En toen ging je onderzoek doen naar de Armeense genocide. Nou, dat is wel een enorme stap. Ja, inderdaad. Kijk, we gingen ook naar Turkije om de 4 of 5 jaar. En mijn ooms, broers van mijn jongere broers van mijn vader, die zaten toen allemaal in dienst. En die kwamen met al die macho-verhalen van grijze wolven en wij vechten tegen de PKK, tegen de Koerden, tegen de terroristen. En dus als jong kind, dan denk je van wauw, mijn stoere ooms, die zijn echt gevaarlijk en kijk wat ze doen. Dus die verhalen ga je dan ook later reproduceren. En dat deed ik dus toen ik 14, 15 jaar was op de middelbare school. Elke keer wanneer als het over Turken ging, in de klas op de middelbare school op het Hervormd Lyceum West, stonden wij met de Turk gewoon even van, hey. Echt, het was echt zo, we waren echt zo'n eenheid. Ja, maar je had natuurlijk ook geen andere manier om je identiteit eigen te maken dan op die macho manier. Ja, het was gewoon echt een beetje gangsterstijl, met een beetje Tupac ertussendoor. Ja, het is ook waar ik ben gegroeid, opgegroeid. Nieuw-West is gewoon... Ik was ook een heel grote Tupac-fan. Ik had vroeger zo'n ketting en alles. het is ghetto-cultuur. En alleen maar Turken en Marokkanen waren daar. Dus de kennis vervlakt ook. Je hoort alleen maar Turken verhalen, Marokkanen verhalen. Ja. En, maar op de middelbare school, dan krijg je natuurlijk ook geschiedenis. En dan stond er de zwarte bladzijde uit de Turkse geschiedenis. En dan hebben we het over 1,5 miljoen christenen die werden vermoord. Toen ik dat las, ik was zat in 4 HAVO. En toen dacht ik van, hey, dit kan niet. Dit zijn allemaal leugens. En ik ging een verhaal halen bij de docent. Hij zei, ja, die dacht van, wat zegt deze jongen? Hij zegt, ja, dat is de waarheid. Dat hebben jullie gedaan 100 jaar geleden. Ik zeg, nee, dat is niet mijn waarheid. En maar zei je docent, dat hebben jullie gedaan? Ja, hij zei Turkije of jullie, een van die twee. Maar we hadden wel een groot meningsverschil. Dus ik heb toen ook, je moest op de HAVO moest je ook een profielwerkstuk schrijven. Die heb ik over de, zoals ik het toen noemde, wat was het nou? De zogenaamde Armeense genocide. Ik heb die papieren nog. Ja, ja. En vol met Turkse propaganda. En dus aan het eind, dan moet je ook met twee docenten moet je praten daarover. Van ja, voor je profielwerkstuk. Dat we gewoon echt ruzie gemaakt. En zo van ja. Wat betekent dat genocide? Ik zeg, ja, dat betekent volkerenmoord, maar dat hebben de Turken niet gedaan. Dat zijn, de Armeniërs hebben juist ons afgemaakt. Ja, ja, ja. En dus met die gevoelens, of met die ideeën, ik kreeg uiteindelijk wel een 8 of zo, puur vanwege mijn passie in het onderwerp. Oké, okay, ja, ja. Maar ze waren het zeker niet eens met mij. En dus met die gevoelens ging ik naar de HBO, geschiedenis. Op de Wieboudstraat in Amsterdam. En toen merkte ik wel van, hey, alles wat ik weet is hier anders, omdat ik kwam echt in een witte omgeving terecht. En want op de HBO kan je alleen maar op één vak eigenlijk geschiedenis doen, en dat is op de lerarenopleiding. Mm-hmm. En mensen uit heel Nederland kwamen naar die. Dus alle HAVisten uit heel Nederland kwamen naar die opleiding op de Wieboudstraat. En dat zijn mensen uit heel... Ja, dat waren gewoon vooral witte mensen. Dus toen hadden we ook gewoon hele aparte discussies. Dat was ook na natuurlijk 9-11, na de moord op... Nee, de moord op Theo van Gogh was op de universiteit toen in 2004. Maar toen hadden we ook discussies over Israël, over de oorlog tegen terreur van George Bush en Tony Blair. Hele andere ideeën. Waar was je dan mee geconfronteerd? Ja, ik zei, ik weet niet, een van de eerste twee lessen, ik zei van ja, die George Bush is gewoon een kruisvader. Ja. En hij valt zomaar een land binnen, terwijl het ten eerste die massavernietigingswapens zijn er niet. En die connectie met Al-Qaeda bestaat ook niet tussen Saddam Hussein. Dus die twee redenen, dat klopt gewoon niet.
En toen was de hele klas gewoon stil. Toen dacht ik van, oké. Dat maakte me wel onzeker, op de een of andere manier. Maar waarom maakte dat je onzeker? Ook om, ja, taal. Ik, dit is hoe ik spreek. Ja, En daar hoor je natuurlijk een andere vorm van Nederlands. Ja, ja, ja. En dat is gewoon veel vloeiender. En ja, dus je gaat dan denken en... Ja, misschien heb je toch gelijk. En misschien... ja, je bent eigenlijk de koning. Je bent de koning in je eigen ghetto-school. Ja, ja, ja. In Ervan Lyceum West. En daarna ga je naar de HBO. En dan, ja, dan word je eigenlijk... Krijg je die check. Van, nee, er zijn ook andere verhalen. Er zijn ook andere waarheden. Dus dat maakte me een beetje onzeker. En dat werd eigenlijk nog meer toen ik naar Leiden ging. Na de HBO heb ik een probedijs gehaald. En toen ging ik gelijk door naar de universiteit in Leiden. En dat is natuurlijk totaal andere klasse. Want ik kan me ook voorstellen dat je sowieso, waarschijnlijk de middelbare school, was je ook een van degenen die het beste kon argumenteren. Ja. Of het beste kon spreken ook. En op de HBO zijn er meer mensen van jouw niveau. Precies. En dan ga je naar Leiden toe en dan zijn er nog meer mensen van jouw niveau. Of waarschijnlijk zelfs hoger. Ja. En dan wordt het steeds moeilijker om je propagandatechnieken... te reproduceren. Precies. Ja. En je krijgt ook heel veel nieuwe boeken mee, heel veel nieuwe inzichten. En ja, daar is dit Turkse verhaal is niet bestand daartegen. En dat leidt tot heel veel crisis bij mij, identiteitscrisis. Maar ja, het was wel een onnuchterende periode, om het maar zo te zeggen. En ja, ik kan me nog heel goed herinneren. Naar de universiteit, er komen ook mensen van de hogere standen in Nederland. Ja. Zag ik jongen met zo'n 3-maat pak, met zo'n klokje. ik dacht van, en ja, ik studeerde met hem, met iemand, wiens vader in de uitkering zat. Dus dat was wel een beetje intimiderend, die periode. Maar ik vond het wel desalniettemin een toch interessante periode. Het heeft me, ik heb heel veel geleerd. Ja, want je hebt dus de leraaropleiding gedaan en toen ben je naar Leiden gegaan en toen ben je daar ook geschiedenis gaan studeren. Ja, en dus ik heb me, ik wist al heel goed wat ik wou gaan doen. Ik wou 3 onderwerpen eigenlijk doen bij de geschiedenis. Over Cyprus, over de Koerden en aan het eind de Armeense genocide. Dus ik heb over alle 3 heb ik een paper geschreven. Ja. En de Armeense genocide heb ik, dus de laatste in mijn 4e jaar, heb ik besloten om een scriptie daarover te schrijven. En mijn bachelorscriptie ging over de Koerdische kwestie. Ja, en waarom die drie onderwerpen? Ja, het waren toch die 3 onderwerpen die in het Westen, waar dus een heel groot meningsverschil over was. Mm. Dus een conflict situatie. Ja. En dat probeerde ik eigenlijk te verdedigen. Dus het Turkse verhaal verdedigen op de Westerse universiteit. Ja. Met argumenten. Alleen dat werd dus steeds moeilijker. Ja. Omdat je dan ook gewoon die primaire bronnen gaat lezen. En ja, dan... Ja, het officiële verhaal, het officiële Turkse verhaal... Ja, dat brokkelt helemaal af. Het brokkelt helemaal af. Wat waren de eerste signs, laat ik zo zeggen, van afbrokkeling in je onderzoek. Dus niet in je ontmoeting met andere waarheden, maar in je onderzoek zelf. Bij de Armeense genocide bedoel je? Ja, sure, kijk, ik begon eigenlijk als eerst, in eind 2006, van wat is genocide, die vraag. En hebben de gebeurtenissen in 1915 en 1916, kunnen die daaronder vallen? Ja. Dus dat was eigenlijk mijn... initiële doelstelling. Maar toen ik echt met die feiten geconfronteerd werd, met die bronnen, toen dacht ik van, ja, je moet je onderzoeksvraag op de een of andere manier aanpassen, want het is een genocide. En daarbij waren die Turkse bronnen waren voor mij fundamenteel. Want, en dit is misschien heel nationalistisch, om zo te denken. Kijk, al die westerse bronnen. Ja. Al die westerse bronnen. Dat dacht ik van ja, maar dat is sowieso wel propaganda. Ja, dus ja. Dat geloof ik niet. Ja. Maar wanneer je
zeg maar, naast al die bronnen van Armeniërs, van christenen, van Duitsland, van al die landen die toen betrokken waren bij de Eerste Wereldoorlog, als je daarnaast ook Turkse bronnen legt die dat onderbouwen, ja, dan word je wel aan het twijfelen gebracht. Mm-hmm. En er stond gewoon in sommige bronnen van klip en klaar van, wij hebben jullie geprobeerd om de Armeniërs uit te roeien. Dan Halil Pasha, hij heeft zijn memoires opgetekend in Bitmeyen Savaş, de oorlog die nooit voorbij was. Daarin, wie is Halil Pasha? Halil Pasha is de oom van Enver Pasha. En Enver Pasha was een van de drie machthebbers tijdens het Ottomaanse Rijk, de nadagen van 1913. Zij hebben een coup gepleegd in 1913 van de Jong Turken. En samen met Talat Pasha en Cemal Pasha, zij waren drie de machthebbers. Mm-hmm. Maar Enver Pasha had dus een oom, en dat is Halil Pasha, en het boek was van hem, dus Bitmeyen Savaş. Ja, dus de oom van een van de drie en hij was machthebbers. En hij was een van de generaals die betrokken was bij de genocide. Mm-hmm. Dus wat gebeurt er in 1918, dus nadat die genocide heeft plaatsgevonden in 1915, 1916... Je hebt heel veel vluchtelingen in Yerevan. Dus het gebied wat eigenlijk nog in Armeense handen was. Hij gaat daar naartoe. Waar komen die vluchtelingen vandaan? Die komen uit, zeg maar, Zuidoost-Turkije, West-Armenië, Noord-Koerdistan, dat gebied. En die vluchten naar Yerevan? Ja, die vluchten weg, want ze worden uitgemoord. Ja, ja, okay. In 1918, hij komt daaraan, want na 1918 is er nog een oorlog gaande. Of het is net, zeg maar, die tussenperiode. En je hebt daar heel veel verhongerende Armeniërs. En ze wisten, Halil Pasha is er. Dus in een gebouw. En al die vluchtelingen verzamelen daar. En ze willen eten. Ze zijn aan het verhongeren. Maar het werd ook onveilig voor Halil Pasha op dat moment. En wat doet hij? Hij houdt daar een toespraak. En die toespraak zegt... Voor de Armeniërs. Voor de Armeniërs. Hij zegt tegen hun van... Mijn Armeens volk. Het volk dat mijn volk had proberen te vernietigen. Het volk dat ik heb uit de bodem van mijn hart heb willen vernietigen. En ook heb uitgeroeid. Dat zegt hij gewoon. Dat zat letterlijk in zijn ego-document. Toen dacht ik van... Hey, die Turken kennen hun eigen geschiedenis niet eens. Hmm. Dus dit is gewoon allemaal in die bronnen beschikbaar. En waarom leest niemand dat? Wat deed dat met jou toen je dat las? Ik stond echt zo te kijken van, wat lees ik? Dit klopt niet, want ik denk van, aan de ene kant hoor ik dit, aan de andere kant lees ik dit. Dus wie zegt de waarheid? En als je dus meerdere van zulke dingen ging las, dan verschuift je wereldbeeld ook. En in 1919 zijn er zelfs Ottomaanse tribunalen geweest, waarbij daders van die genocide zijn berecht. Nu wordt gezegd van ja, die stond onder westerse druk, maar toch, er zijn Ottomaanse tribunalen geweest om die oorlogsmisdadigers op te pakken. En daar zijn ook heel veel notulen bij gemaakt. En als je dat allemaal leest, en dat is gewoon Ottomaanse geschiedenis, ja, dan kan je gewoon wel zeggen dat de meeste Turken hun eigen geschiedenis niet kennen. Ja, ik denk dat het sowieso een groot probleem is van volkeren die hun eigen geschiedenis niet kennen. Valt een prooi aan dictatoriale regimes die wat dan ook willen. Of überhaupt bedrijven ook, kan ook. Ik had dat allemaal gelezen dus, en ik dacht van, dit is wel heel belangrijk. Dus ik heb mijn eerste hoofdstuk van mijn scriptie, gaat vooral eigenlijk over bewijzen verzamelen waarin Turkse bronnen dat Turkse verhaal onderuit halen. Ja. En mijn eerste hoofdstuk gaat vooral over dat. En mijn tweede hoofdstuk gaat vooral over de waarom-vraag. Van hoe heeft dit kunnen plaatsvinden tijdens de Eerste Wereldoorlog? En dat is natuurlijk een veel belangrijkere vraag. Ja. Kunnen we, voordat we het over dat stuk gaan hebben, wellicht even wat context creëren? Want ik weet hoe goed je in de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk in het algemeen bent. Maar zoals ik het begrijp, of van wat ik weet, is dat
bij de afbrokkeling van het Ottomaanse Rijk er een noodzaak ontstaat om een Turkse identiteit te creëren. En dat dat een van de redenen is waarom er heel veel onderdrukking is geweest van andere soortige identiteiten. Ja. Die uiteindelijk heeft geleid tot, of natuurlijk vanwege verschillende factoren, maar dat is een beetje hoe ik het begrijp. Alleen ik weet niet zo goed wanneer het Ottomaanse Rijk begint af te brokkelen en waarom die noodzaak bestaat om die Turkse identiteit zo sterk te maken. Die afbrokkeling, verval van het Ottomaanse Rijk, dat is natuurlijk een langdurig proces. Het begint eigenlijk al vanaf 1779, wanneer een verdrag wordt getekend tussen de Russische tsaar en het Ottomaanse Rijk, waarin de Russische tsaar ook als beschermer wordt erkend van de christenen binnen het Rijk. En wat betekent dat, dat een tsaar als beschermer wordt erkend? Dus kijk, je hebt dus het Ottomaanse Rijk, dat is hun rechtsgebied. Ja. Maar de Ottomanen verloren de oorlog tussen de tsaar in de Krim. Dit was rond 1779. 1770, dus ja, 300 jaar geleden. Ja. En daar, dat wordt meestal gezien als kantelmoment. Van eigenlijk wanneer het Ottomaanse Rijk bergafwaarts gaat. Want daarvoor had geen enkele Europese mogendheid recht over de christenen in het Rijk. Want het is een islamitisch Rijk. Ze hadden het overwinnaarsrecht. Mm-hmm. En niemand mag daar zich mee bemoeien. Ze waren volledig soeverein. Ja. En dat begint dus te veranderen, ook met de capitulaties. Dus dat er de christenen binnen het Rijk privileges krijgen. Ja. Dat is wat capitulatie betekent? Ja, capitulaties. Okay. Dat wordt zo genoemd. Maar kijk, dus dat proces is een heel langdurig proces. En bijna duurde 200 jaar. Mm-hmm. En in dat proces hebben heel veel mensen natuurlijk nagedacht over van hoe gaan we dit land redden. Van wat aan Elden Gidur? Dat betekent het land verliezen we. Ja. En hoe gaan we dit land redden? Dat was de belangrijkste vraag voor heel veel Ottomaanse denkers en ook politici, journalisten. Vooral in de 19e eeuw, wanneer het... Wat betekent voor hen om het land te redden? Ja, dus dat... Wat houdt dat in? Dus er gaat grond weg. Dus, ja, al die, dus het land wil je letterlijk grond, ja, niet, ja, ja. Niet een dus staat. Servië wordt onafhankelijk, Griekenland wordt onafhankelijk, Rusland komt op Europa, Frankrijk, Libanon wordt onafhankelijk in 1860 onder Frans protectoraat. Dus aan alle kanten wordt eigenlijk... grondgebied weggesnoept. Ja, precies. Dit krimpt ineen. En dat is dus een langdurig proces. En de redenen waarom dat zo gebeurt, is natuurlijk, er is een technologische achteruitgang. De westerse naties komen op met hun militaire materieel. Mm-hmm. Dus er is een achterstand. Maar ook nationalisme komt op. Dus nationalisme, dat is ook een betrekkelijk nieuw fenomeen. En al die onderdrukte volkeren, die dus onder de Turkse juk leefden, die willen dat volk en natie samenvalt. Verenigd zijn. Dus, ja. Griekenland wordt onafhankelijk in de 19e eeuw, Servië, Montenegro... Bulgarije, en dat wordt ook gesteund door imperialistische mogendheden. Mm-hmm. Zoals Rusland, Engeland, Frankrijk. Maar er is dus ook het verval van het Ottomaanse Rijk werd in Europa ook de Eastern Question genoemd. En dus de Oosterse kwestie van, en wat wordt daaronder verstaan? Hoe gaan we het Ottomaanse Rijk verdelen zonder dat we ook elkaar in de weg staan. In de weg staan of dat iemand te veel machtig wordt. Ja. Nog één vraag ter verheldering. Ik begrijp hoe het nationalisme of de ideologie van nationalisme bijdraagt aan volkeren die een eigen land willen. Hoe draagt het opkomende technologie bij aan het verval van de Ottomaanse Rijk? Is dat
puur alleen vanwege militaire campagnes waar ze geen kans meer in maken? Of zijn er nog andere factoren? Bijvoorbeeld een mitrailleur, dat hadden de Ottomanen niet. Ja. Maar wel de Engelsen en de Duitsers. Dus raken heel veel grondgebied vanwege militaire achterstand. In Napoleon, toen hij Egypte binnenviel, de Ottomanen waren daar niet tegen opgewassen. Met zo'n weinig groep hebben ze gewoon een heel bataljon vernietigd. Ja. Dus Egypte, het komt ook in Edward Said, Orientalism voor. Ja. Dat was ook een belangrijk kantelmoment. Ook van, ze werden geconfronteerd met hun eigen falen. Dus dat is gewoon technologische superioriteit aan de kant van het Westen. En daardoor verliezen ze gewoon heel veel slagvelden of slagen. Okay. Maar dus het nationalisme komt op. En de Ottomanen, dat is natuurlijk de ruling race, de ruling nation. En van hun werd ook wel gezegd, zij zijn de laatste volk die nationalistisch werd. Binnen alle volkeren in het Ottomaanse Rijk die nationalistisch zijn geworden. Bij de Koerden zeggen dan meestal, wij zijn eigenlijk de laatste, wij hebben de boot gemist. Ja. Maar dat zegt eigenlijk wel wat, want het Ottomaanse Rijk, dat was natuurlijk een multicultureel, multireligieus imperium. En de officiële lijn was dus Ottomanisme. Dus de Ittihad-e Anasir. En dat is de eenheid der elementen. Mm-hmm. Dus je hebt gewoon heel veel verschillende volkeren. En dat is al eeuwen zo. En de sultan, dat is de politieke machthebber. En die houdt alles bij elkaar. Dus iedereen moet zijn plek kennen. Natuurlijk hebben christelijken een ondergeschikte plaats. Ja, want er was een hiërarchie wel in die elementen. Ja, de moslims, die stonden bovenaan de ladder. Maar dat was dus een hiërarchie van religie, niet van ras. Ja, het was een religieus imperium. Ja. De sultan had ook natuurlijk een religieuze betekenis. En dat werd ook steeds meer met Sultan Abdul Hamid aan het eind van de 19e eeuw. Maar dus je had Ottomanisme als legitimatie voor het Ottomaanse Rijk. Maar er werd, het krimpte nog steeds ineen en christelijke mogendheden probeerden ook christelijke bevolkingsgroepen in het Ottomaanse Rijk onafhankelijk te maken. En dus ontstond er ook een islamitische tegenbeweging binnen het Ottomaanse Rijk. En dat wordt ook wel het pan-islamisme genoemd. En bijvoorbeeld Abdul Hamid, aan de 19e eeuw, hij heeft heel veel Koerdische stammen bewapend in het zuidoosten van het Ottomaanse Rijk toen. En tegen de Armeniërs, tegen de Assyriërs. Omdat de Koerden daar ook op moslim waren. Ja, dat was zeg maar die lotsverbondenheid. Ja. Want het zijn moslims en de sultan is moslim, er is ook de khalif. Dus die werden bewapend omdat Rusland Armeens separatisme steunde. Dus, maar die islamitische lotsverbondenheid, dat zag je ook in de Balkanoorlog. Toen Albanië onafhankelijk werd, of Montenegro, dat was ook, en de Arabieren tijdens de Eerste Wereldoorlog, die kozen ook de kant van de Britten en de Fransen. Dus daar werd ook aan getornd. Dus dat was ook tot zover. Ja, en welk jaar zitten we nu? Zitten nu al in de Eerste Wereldoorlog. In de Eerste Wereldoorlog, Je ziet eigenlijk al dat hele Eastern Question. Dat leidt gewoon tot niks en leidt tot vernietiging tijdens de Eerste Wereldoorlog, die grote clash. En daar zie je dat de Jong Turken de keuze maken voor Turks nationalisme. Ja. Dus wie zijn de Jong Turken? De Jong Turken zijn dus die, dus ze zijn tegen eigenlijk het beleid van Ottomanisme, van die eenheid der elementen, dat is gewoon een fabeltje. Kijk, al die christenen proberen onafhankelijk te worden. De islamitische eenheid, ja, dat klopt ook niet echt, want de Arabieren willen onafhankelijkheid. En er zijn ook andere groepen die moslim zijn en onafhankelijk, ook de Koerden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat wordt ook toen gezien. Maar je ziet
dat de Koerden heel lang eigenlijk met de Turken samen optrekken. Zelfs tijdens Atatürk, toen met zijn onafhankelijkheidsstrijd na de Eerste Wereldoorlog. Dus uiteindelijk kiezen de Jong Turken voor nationalisme. Zeg maar Turks nationalisme. En zo gaan ze ook de Eerste Wereldoorlog in. Ja, dus en wordt die Eerste Wereldoorlog, waar dus even samenvattend, altijd belangrijk om dat goed te doen, soms vergeet ik het namelijk. De situatie die nu in mijn hoofd geschetst wordt is dat dus een aantal honderd jaar brokkelt langzaam door technologische veranderingen en het opkomende nationalisme, brokkelt het Ottomaanse Rijk af, culminerend in de Eerste Wereldoorlog waar niet alleen Rusland een stukje weg wil snoepen of waar alleen maar Europa zich aan het eigenlijk voorbereiden is op de verdeling van wat er overblijft van het Ottomaanse Rijk, maar ook de Arabieren zich verenigen tegen wat de Ottomanen misschien zien als hun vijanden. Dus dit is een rijk wat steeds kleiner wordt en eigenlijk ook ingesloten is door vijandige elementen zoals het zelf zien. En daarin komen de Jongturken op die zeggen, jongens, er is helemaal geen eenheid van elementen. Ten eerste, niemand wil dat. Dus, en dan volgens mij waar ik dan vanuit ga, waar zij naartoe gaan is, er moet een overheersing zijn van het Turkse element. Ja, er moet, ze zien, kijk, ieder land, ieder volk krijgt een eigen land. En zij zeggen van, ja, de Turken moeten ook een eigen land hebben. Dus buiten het verrotte Ottomaanse systeem, zo zeggen ze, zo beschrijven ze het Ottomaanse systeem ook. En dus het is eigenlijk ook een voort. Zij komen eigenlijk ook uit dat opkomende nationalisme. Ja, ja. Ze zijn tot op hun pot zijn ze nationalistisch. Ook heel racistisch, wat mij betreft. Kijk, en wat gebeurt er? Dus zij hebben dan, wij mogen dit land niet verliezen. Dat is het enige land wat ze hebben. En dat wordt steeds kleiner. Dus ze zien iedereen die eigenlijk niet Turks of niet moslim is, als een bedreiging. Mm-hmm. En tijdens de Eerste Wereldoorlog, dus toen met het Dardanelle-offensief. Is dat een terechte gevoel van gevaar? Dat ze iedereen als dreiging zagen? Terecht misschien een groot woord, maar die angstgevoelens waren zeker waar. En het was ook zeker op iets gebaseerd, namelijk dat al die, er was oorlog. Ja. En de Fransen en Engelsen die kwamen aanzetten in bij Dardanelle. Er zijn dan meer dan 250.000 mensen gestorven op die stranden. Dat is zeg maar de Turkse Omaha Beach. Dus natuurlijk, die angsten zijn reëel. Alleen de conclusies die ze daaraan verbinden, dus dat plan om die Armeniërs te vernietigen en de Assyriërs te vernietigen, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want wat hebben die boeren daar in het zuidoosten van Turkije nou te maken met het imperialisme van Engeland, Frankrijk en Rusland? Ja. In hun hoofd van, zij worden gebruikt, en natuurlijk, ze werden ook gebruikt, maar dat ging om Armeense nationalisten, dus de Dashnak Sutyun, de Hunchak partijen, en dat waren dus die Armeense gewapende groeperingen die heulden met Rusland. Mm-hmm. Maar ja, wat heeft 80% van de bevolking daarmee te maken? 90% van de Armeense bevolking. Die waren gewoon loyaal aan de Ottomaanse staat en die hadden daar niks mee te maken. En die worden toch, en dit was dus hun idee, van zolang er Armeniërs zijn en Assyriërs zijn en Grieken zijn op ons gebied, dan zullen die buitenlandse mogendheden altijd zich met ons bemoeien. Mm-hmm. Dus moet je nagaan. Even gewoon, laten we een sprong maken naar 2020. Dus alleen maar omdat er een PKK is, of alleen maar omdat er een buitenland is die opkomt voor de Koerdische rechten, dan staat iemand op die zegt van, alleen maar omdat er Koerden zijn in Turkije, dan zullen ze altijd ons hiermee lastigvallen. Dus wat doen we? Laten we al die Koerden vernietigen. Ja. Dat is toch, ja dat zegt eigenlijk al alles. Dus maar dat op dat moment, racistisch, dat kan natuurlijk op niet. Op dat moment, het is ook oorlog.
Dus je kan die Armeense genocide ook en niet... En dat moment, welk jaar zitten we nu? Dus tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Wereldoorlog, tijdens. Dus ja. 1915, dus je hebt het Dardanelle-offensief in het westen en je hebt de Russische offensief in het oosten. Dus vanuit een existentieel gevaar wordt besloten om de Armeense bevolking uit te roeien. Ja. En dat gebeurt eigenlijk in 3-4 maanden. En wordt dat besluit genomen door de Jong Turken? Ja. En dan ben ik ook nog even benieuwd, hoe komen de Jong Turken aan de macht? Die zijn in 1913, ja. Dus voor de Eerste Wereldoorlog. Want voor de Turken begint de oorlog al veel eerder. Want in 1912 en 1913 had je de Eerste en Tweede Balkanoorlog. Uh-huh. In de Eerste Balkanoorlog worden 4 landen, Bulgarije, Griekenland, Montenegro en Servië, vallen het Ottomaanse Rijk aan. En krijgen ze heel veel, eigenlijk het hele Europese gebied van het Ottomaanse Rijk wordt ingenomen. Soms enorme moslims worden daar ook gedeporteerd. Mm. Al die jong Turkse leiders, die komen ook allemaal uit de Balkan. Atatürk komt uit Thessaloniki, Enver komt uit Skopje, die andere komt, dat zijn allemaal moslims op de Balkan. En die worden van de een op de andere dag vluchteling. Hmm. Een historicus zegt ook, je kan de Armeense genocide niet verklaren zonder 1913. Dus wat er daarvoor is gebeurd. Istanbul had in 1913 1 miljoen inwoners. En er waren 1 miljoen vluchtelingen. Dus dat is gewoon 1-1. En dus dat leidt natuurlijk tot enorme haatgevoelens tegen christelijke groepen. Maar wat hebben de Armeniërs daar weer mee te maken? Ja. De Armeniërs wonen in het oosten. Ja. Dus dat hele existentiële gevaar, dat is heel belangrijk om te begrijpen, om te verklaren wat er gebeurt. Ja. Maar het is dus, ze hebben onschuldige mensen aangepakt. Ja, vanwege het gevaar die ze zagen in bepaalde gewapende groeperingen. Dus dat is de legitimatie, de rechtvaardiging is, we moeten het land redden en dat land moet in onze handen blijven. En dat kan niet met de Armeniërs en met de christelijke bevolkingsgroepen. En dus daarom hebben ze hun aangevallen. Dus je had over het Dardanelle-offensief. Ja. Dat vindt plaats. En vanuit het oosten vindt... De Russische offensief. De Russen vallen aan. En in deze gebeurtenis culmineert het besluit om... De Armeense genocide te voltrekken. Of precies, kijk, het begint eigenlijk al eerder. Enver Pasha, die waarschijnlijk nooit van Napoleon heeft gehoord, die besluit om met 90.000 man Rusland aan te vallen. In de winter. In de winter, ja. 1914. 60.000 Turkse troepen gaan dood, bevriezen dood zonder één schot te lossen. Ze bevriezen dood in Sarıkamış. Dit is gewoon natuurlijk een militaire fiasco. Ja. Onder normale omstandigheden zou de generaal tegen de muur worden gezet. Maar hij is de leider, hij is de dictatuur, het is een dictatuur. En wat doet hij? Hij zegt, dit komt waarschijnlijk door de Armeniërs. Dus van hun wordt een zondebok gemaakt. Mm. Dus dat is ook een factor om dat, ja. tot die culminatie leidt. Dus december 1914, wanneer dus de Dardanelle-offensief begint, dan wordt eigenlijk het besluit genomen. En op 24 april 1915, dan wordt ook de Armeense intelligentsia aangepakt. Dus eigenlijk al 250 mensen uit Istanbul, Armeniërs, worden opgepakt. Krikor Zohrab, andere parlementariërs, die worden naar het oosten gestuurd en geëxecuteerd. Ja, en wanneer dat besluit genomen wordt om de Armenen eigenlijk te vernietigen, wat voor gebeurtenissen voltrekken zich dan? Je hebt eigenlijk die genocide gaat als volgt. Dus het begint met die 24 april, wanneer de Armeense elite, die Armeense gemeenschap worden eigenlijk onthoofd. Dus ze hebben geen leiders meer na 24 april, die iets kan betekenen, die contacten hebben. En daarna in eigenlijk 3 maanden, wordt de hele bevolkingsgroep in het oosten van het Rijk, er wordt gezegd van er is voor jullie eigen veiligheid, worden jullie van A naar B gestuurd. Mm-hmm. En dus, maar je hebt sommige gebieden, bijvoorbeeld die heel dicht bij het front zijn, in Bitlis, in Muş,
Daar vinden helemaal geen deportaties plaats. Daar worden gewoon de hele bevolking wordt daar ter plekke vermoord. In kerken worden ze gestopt, verbrand. Je ziet dat die mensen die de genocide wilden plegen ook heel erg gebruik hebben gemaakt van de natuurlijke omstandigheden. Dus heel veel mensen werden ook zonder enige levensmiddelen naar de woestijn gestuurd. En dat is eigenlijk de manier om al die groepen mensen te vermoorden. In Trabzon, dus aan de Zwarte Zeegebied, daar worden mensen massaal verdronken. Dus er wordt aan hun voeten, werden touwen vastgebonden met een steen, worden ze zo omgekiept in de zee. En dat gebeurt ook bijvoorbeeld bij de Eufraat. Dus je hebt daar een brug, daar worden heel veel mensen in de water gegooid. Zo. Dus, gewoon een totale ontmenselijking. Ja, het is gewoon een genocide. Dus met het doel om die Armeniërs te verwijderen uit dat gebied. Er waren daar 3000 kerken. Daar is bijna helemaal niks van over. En hoeveel mensen worden vermist of vermoord? Of? Het gaat om een aantal van tussen de 1,2 en 1,5 miljoen mensen. In hoeveel tijd? Dus van 1915 tot 1916. Dus in 1916, want wonder bij wonder worden mensen die naar de Syrische woestijn, naar Deir Zor worden gestuurd. Daar ontstaan vluchtelingenkampen. Ja. En je hebt daar ook een Ottomaanse maatregel van er mag niet meer dan 5% christenen over zijn in een bepaald gebied. En toen zag hij dat daar veel meer mensen was. Dus in 1916 ontstaat er nog een aanval op al die vluchtelingen daar. En er wordt rond de 1,2 en 1,5 miljoen mensen vermoord. En niet alleen Armeniërs, maar ook Assyriërs. Zo, 1, sorry, nog. Ik heb de cijfers gewoon niet meegekregen. 1,2 en 1,5 miljoen. In een jaar tijd en dan later nog een keer. In 1916 in de zomer nog een keer. Ja. Dit is natuurlijk een collectieve trauma voor de Armeense bevolking. Waar ligt nog langer na niet uitgekomen zijn. Ja, het heeft hun. Er is zeg maar. Ja, voor de Armeniërs is er een periode voor de genocide en een periode na de genocide. Ja. Het is van enorme, ja, hun hele bevolking, al het land, alles is vernietigd. Dus die woede van Armeniërs, die kan je alleen maar begrijpen als je deze geschiedenis kent. En als je dit niet kent, of als het nooit wordt verteld, dan denk je van, hè, waarom zijn die Armeniërs, waarvan waar die haat? Als zeg maar Turk. Ja. Maar ja, die Koerden waren daar ook bij betrokken. Aan de kant van Turkije. Aan de kant van de Jong Turken. En ja, daarna waren de Koerden zelf aan de beurt. Zeg maar nadat die Turkse Republiek werd opgericht, al die. Waren de Koerden vanuit een economisch opzicht of vanuit een ideologisch opzicht betrokken? Natuurlijk was er ook zeg maar, zo'n islamitische losverbondenheid. Ja. Want ja, het was een periode van imperialisme, dus wat we net al hebben besproken van Rusland en Engeland en Frankrijk. En de Koerden, die waren eigenlijk al vanaf Abdulhamid, de sultan eind 19e eeuw, bewapend. En ook tegen de Armeniërs. Dus die zagen zichzelf ook als superieur tegenover de christelijke Armeniërs. En die dachten van, ja, we kunnen liever eigenlijk samen met de moslims tegen de christenen zijn, dan ja, in een onzekere toekomst onder Russisch of Engels of Frans heerschappij. Maar er was natuurlijk tijdens die genocide ook een enorme economische motivatie. Die gebieden, daar wonen de Koerden nu. Natuurlijk, er is een hele volksgroep weggegaan en dat bleef over. En dat kwam heel vaak in handen terecht van Koerdische mensen. Ja. Maar ja, het is wel een Turks plan. Het is geen Koerdisch plan. Het is een Turks plan geweest en de Koerden waren daarbij mededaders.
En ik was ook toen in het museum, in het Genocide Museum in Yerevan, in Armenië afgelopen zomer. Daarin zie je ook steeds van Turken en Koerden hebben ons afgemaakt. Dat komt de hele tijd... Als bij de Armeniërs is dat... Dat leeft in de collectieve geheugen. En in het gebied, daar woonden ook weinig Turken nog steeds. Dus in het zuidoosten, Diyarbakır, Moush, Bitlis. Dat zijn Koerdische en Armeense gebieden voornamelijk. Ja. En die Koerden zijn dus daar gebruikt tegen de Armeniërs. Ja. Door de Turken. Wat is de nasleep van dit allemaal geweest? Ten tijde, of ja, net na de Eerste Wereldoorlog of iets dergelijks. Want het is natuurlijk niet zo geweest dat die Armeense genocide plaats heeft gevonden en dat ze daarna met rust zijn gelaten. Ja, je hebt dus daarna, je hebt de Ottomaanse Rijk verliest de Eerste Wereldoorlog in 1918. De leiders Talat, Enver, Cemal, ze vluchten. Die worden ook vermoord door Armeense wraakbataljon. Cemal Pasha wordt ergens in Georgië wordt die vermoord in 1922. Talat Pasha wordt in Berlijn omgelegd door Simon Tilirian, ook zo'n iemand die zijn hele dorp vernietigd zag worden. Dus dat is zeg maar de directe nasleep. Dus er is enorme wraak. Die Armeense gemeenschap die... waarom je in Syrië en Libanon Armeniërs heeft direct te maken met het feit dat zij zijn de overlevers van de genocide. En wat gebeurt er na 1918? De Ottomaanse Rijk verliest. Maar die nationalisten denken van wij hebben deze oorlog niet gevoerd om het land toch nog uit te leveren aan Engeland of aan Frankrijk. Want Turkije verliest zeg maar naast Duitsland als verliezende partij. Er wordt een verdrag getekend, de Sevres, de Ottomaanse sultan tekent die. Maar die nationalisten, die jongturken, die zeggen nee, wij gaan door met strijden. En dat hele Armeense genocide was eigenlijk ook plan B. Dat werd gedaan om het verzet vanuit die kant te organiseren. En dat gebeurt ook. Wat bedoel je, het verzet vanuit die kant? Wat van, ze hadden ergens al door, we gaan dit niet... Verliezen? We gaan dit niet winnen. Dus daarom wordt eigenlijk ook die Armeense genocide gepleegd. Zodat er in het oosten van het Rijk toch nog een plek is wat helemaal van ons is. Ja. En van daaruit kan dan zeg maar nog steeds gestreden worden. Dat wordt de organisatie heet Karakol, Zwarte Hand. En dat Karakol, de Nederlandse Turkse politieposten heet ook nu allemaal Karakol. Dat heeft ook te maken met toen. Zwarte kool betekent arm. Kool. Kool, ja. Ja, het Koerdisch is het kool, ja. En dus zij strijden, dus je hebt dat verdrag van Sevres. Ja. Daar zijn de nationalisten het niet mee eens. En Atatürk. Mustafa Kemal komt op en die organiseert het verzet en vecht ook tegen de Armeniërs. Dus die Armeniërs... Van wat er nog over is. Van wat er nog over is in het oosten, maar ook tegen de Grieken in het westen, die door de Engelsen werden gesteund, en tegen de Fransen in het oosten. En het, zeg maar, het gebied wat nu Turkije is, dat is wat nog terug veroverd kan worden. En Sevres wordt in de prullenbak gegooid en dan komt er een nieuw verdrag, Vrede van Lausanne. En Atatürk, hij weet de Koerden weer te overtuigen met het idee van kijk, als jullie ons niet steunen, de Armeniërs komen terug en dan gaan ze jullie die landen weer terugpakken. Dus ook in die onafhankelijkheidsstrijd zie je dat de Koerden overwegend Atatürk steunen. Er is er natuurlijk wel verzet. Van sommige groepen Koerdische, maar dat is marginaal. En wat gebeurt er daarna? Ja, de vrede van Lausanne en dan hoor je ook helemaal niks meer over de Koerden. En in 1924, nadat het kalifaat wordt afgeschaft, ja. Is er, want dat was eigenlijk de enige verbintenis met de Turken.
die islamitische landverbondenheid. Dat is er ook niet meer over. En dan ontstaat ook tegelijk de Koerdische opstanden weer. Van nee, zo waren we niet getrouwd. Ja. We zouden dit land samen opbouwen. Ja. En dat gebeurt niet. Ja, dus we hadden het net al over hiervoor. De Koerden zijn al heel lang speelballen geweest van de grootmogendheden in de gebieden. Ja. En worden heel snel ingezet om te strijden. Het zijn vaak ook heel sterke strijdkrachten, dus die kun je heel goed gebruiken. Maar ze worden ook heel vaak inderdaad weer verraden of ze denken dat ze iets aan het doen zijn wat ze niet aan het doen zijn. Ja. Dus dat is een veelvuldig iets inderdaad. Wat ik ook benieuwd naar ben, en ik weet niet of je dit weet, maar ik dacht inderdaad aan, in een van die verdragen is er ook een Koerdistan. Ik weet niet of het Piksuko is, Sèvres of Lausanne. Sèvres is een Koerdistan, maar het wordt in een volgende versie wordt dat... In Lausanne. Bestaat niet meer onder druk van Turkije. Ja. Wat is weet je daar iets van? Of? Ja, dus je hebt het Ottomaanse Rijk verliest die oorlog. Ja. En dan zijn er allemaal plannen. Ja. Van een stukje krijgt Italië, Armenië komt er. En Istanbul wordt een internationaal gebied, zeg maar net als het Vaticaan. Dus ieder land, een stukje wat Turkije is, dan Ankara, Sivas en zo. En daar is dus verzet tegen, dat Turks-nationalistisch verzet. Maar ook in het verdrag van Sèvres wordt ook een stukje Koerdistan beloofd. Ja. Van autonomie, maar ook een autonoom gebied, maar met de optie voor een onafhankelijke staat, mm-hmm. Middels een plebiscit, een referendum. Okay. Dus dat is het plan van de grootmogendheden, maar die nationalisten zeggen van, kijk, dat gebied is ook helemaal Armenië. En als je kijkt naar die op kaarten, dan zie je dat gewoon dwars doorheen allemaal gaat. Dus er worden beloftes gemaakt naar iedereen, terwijl het ook allemaal in strijd zijn met elkaar. Ja. Dat zag je ook met die Balfour Declaration in 1917. Die is van wat? De Balfour Declaration, ja. In 1917, waarbij de Joden een eigen staat worden gegund, worden beloofd. Maar door die Sykes-Picot werden ook Arabieren een eigen staat beloofd. Dus iedereen krijgt beloftes, uiteindelijk krijgt niemand wat. Iedereen krijgt dezelfde taal. Ja, precies. Dus Turkije zegt tegen de Koerden, en hij krijgt de Koerden mee. En dan strijden ze samen tegen de Jaur, de ongelovigen, tegen de christenen, de Grieken in dit geval. Ja, precies. En dus dat verdrag, Sèvres, bestaat niet meer in 1923. Dat wordt vervangen door Lausanne. Maar wat ik me afvraag is, waarom kunnen de jong, in dit geval dan dus de jong Turken, waarom hebben die nog zoveel inspraak terwijl ze de oorlog verloren hebben om een heel stuk van een beloofd grondgebied weg te halen? Dus wat is hun brokering, of wat is hun leverage, waardoor ze Engeland, was het in dit geval volgens mij, kunnen overtuigen om in een volgend verdrag geen Koerdistan mee te nemen? Kijk, ze hebben dus 4 jaar lang gevochten. Er zijn ongeveer 20 miljoen mensen gestorven tijdens de Eerste Wereldoorlog in totaal. Dus heel veel landen waren ook oorlogsmoe. Ja. En Rusland, in Rusland had je natuurlijk 1917, de Bolsjewistische Revolutie, die was ook, zeg maar, buitenspel geraakt. Dus de Turkse, aan het eind van de oorlog, ze verliezen die oorlog, maar er is ook een situatie van, ja, we willen niet echt meer betrokken. Dat hele idee van isolationisme, dat komt weer op. En in die periode van een vacuüm is Mustafa Kemal bezig. En die weet dus dan zo'n eenheid te organiseren. En zeg maar zo'n Turks-Koerdische eenheid. Tegen de christenen. Mm. Ja, dat is dat. De Engelsen waren ook, zeg maar, niet meer zo betrokken. Er is dus na Sèvres en dan. Dus dan heb je Lausanne. Ja, en in 1923, daarmee wordt eigenlijk de Turkse Republiek wordt een feit. Ja. En vanaf dan hebben we Turkije. En
Ik heb het idee alsof dit idee van nationalisme en dit heel sterke, wellicht zelfs racistische nationalisme, eigenlijk al in de hele geschiedenis van Turkije vanaf Lausanne nog steeds bezig is. En wat ik me dan afvraag is, waarom is het zo enorm belangrijk voor Turkije om nog steeds vast te houden aan die politiek en wat overduidelijk waar is, te blijven ontkennen? Je hebt dus een heel sterk superioriteitsbesef, hè, van wij zijn Turken, wij zijn de erfgenamen van het Ottomaanse Rijk. Wij hebben over 3 continenten hebben we geheerst. En dus dat is bijna 600 jaar en dat gaat niet zo snel weg. Bijvoorbeeld Gloria Wekker heeft het ook over 400 jaar slavernij. En dat gaat niet zo even heel snel weg. Dus dat mensen, dat laat sporen achter. Ja. En in het Turkse geval, ze verliezen de Eerste Wereldoorlog, maar uiteindelijk krijgen ze toch die onafhankelijkheid. Ja, de Jong Turken krijgen eigenlijk wat ze willen. Ja, precies. En daardoor, het is zeg maar heel, Duitsland is interessant hierbij. De Duitsers verliezen de Tweede Wereldoorlog. Dus zij worden helemaal ontmanteld. Dus Rusland krijgt een stukje, Amerika, Engeland en Frankrijk, ze mogen een eigen leger. Al die dingen wat, zeg maar, Duitsland werd ontnomen, in het Turkse geval, daarvoor in de Eerste Wereldoorlog, dat is allemaal niet het geval. Turkije is een soeverein land en de Jong Turken, de leiders van die nieuwe natie, die kunnen gewoon hun eigen gang gaan, zonder binnen Turkije gedwarsboomd te worden. Dus ze komen gewoon met hun totaal eigen idee van dit is Turkije, land van de Turken. En iedereen die in dit land wil wonen, moet Turks worden. Mm. En daarvan zijn vanaf de oprichting van de Republiek de Koerden de grootste slachtoffers. Die bleven als de grootste minderheid over in die nieuwe natie. Ja, en dan eigenlijk voltrekt een gelijksoortig proces, zoals met de Armenen voltrokken heeft, met de Koerden gedurende hoeveel jaar? Ja, sinds eigenlijk 1923. En je ziet dus een vorm van assimilatie. De Koerdische identiteit wordt totaal ontkend. En in Dersim in 1937, 1908, daar wordt ook genocide gepleegd op die bevolkingsgroep. Daar wordt de hele ongeveer 50.000 à 60.000 mensen wordt of vermoord of gedeporteerd. En ook omdat ze Koerden waren. Je ziet ook, er is onlangs nog een nieuw document naar boven gekomen. Een dagboek van een soldaat die daar actief was. Turkse soldaat. Turkse soldaat die zegt ook van vandaag gaan we weer op Koerdenjacht. Vandaag hebben we zoveel Koerden vermoord. Dat heeft hij gewoon in zijn dagboek opgeschreven, elke dag. En dezelfde tactieken tegenover de Armeniërs zijn daarbij gebruik gemaakt. Koerden zijn gevaarlijk. Het is nodig om ze uit te roeien voor de bescherming van onze identiteit. Ze zijn, ze zullen altijd kunnen gebruikt worden tegen ons door buitenlandse mogendheden. Ja. En heel veel Koerden zijn toen naar het oosten gedeporteerd. En heel veel Turken naar het westen om het, zeg maar, zo'n mengel moesten maken, zodat ze hun eigen identiteit zouden verliezen. Maar dat is gewoon falikant mislukt, dat idee van de verdunning. Van de Turkse natiestaat. Ja. Want, zou je de Turkse natiestaat als mislukt beschouwen? Ja. Ja. Het is wat zeg maar Atatürk en de Jong Turken, het idee van we gaan nu die Koerden assimileren, dat is niet gelukt. De Koerdische identiteit is alive and kicking. Ja, het is alleen maar sterker geworden. Ja. En we hebben nog steeds, eigenlijk zijn we daarmee bezig, 100 jaar na dato. En nog steeds worden dezelfde fouten gemaakt. Waar ik mee zit is er ontstaat een behoefte vanuit een bepaald gevaar wat gezien wordt. Als we even helemaal teruggaan naar wat de Jong Turken zien. Er ontstaat een bepaald gevoel en een bepaald drang om jezelf te beschermen.
En dat gevaar wordt geprojecteerd niet op een specifieke groep, maar op een specifieke bevolkingsgroep. Dus niet de bewapende Armeniërs, maar Armeniërs. En wat er gebeurt is dat alles wat niet volgens de eigen identiteit gezien wordt, tegelijkertijd als een gevaar voor de eigen identiteit gezien wordt. En als je dit verhaal vertelt, dan zou je kunnen zeggen dat, ja, tuurlijk willen mensen zichzelf beschermen, maar die zelfbescherming wordt dan een vernietiging van een ander. Ja. Dus het wordt een onmenselijking van datgene wat een gevaar voor jou vormt. Ja. En ik wil eigenlijk zeggen dat spiraled out of control, maar het is niet out of control. Het is juist een zeer rationele, georchestreerde vernietiging van bevolkingsgroepen. Ja. En wat er dan gebeurt inderdaad is, kijk, deze bevolkingsgroepen worden ook getraumatiseerd. En hun identiteit als bevolking wordt alleen maar sterker, omdat ze als Armenier, als Koerd, bedreigd worden door Turken. Dus die animositeit, die vijandschap op basis van raciale identiteit wordt alleen maar sterker. En wat deze mensen zien is geen uitweg zien behalve die trauma of hun trauma te wreken. Dus je hebt die wraakbataljons. PKK heeft natuurlijk ook heel veel wraakacties gecreëerd. En dat is alleen maar meer ammunitie voor die Turkse propaganda om te laten zien, kijk, zie je wel, we moeten wel. Je en komt in zo'n een vicieuze cirkel waar je afvraagt van hoe kunnen mensen elkaar dit aandoen? En de reden waarom ze elkaar dit aan kunnen doen is omdat ze leven met zo'n trauma, zo'n pijn, dat het enige wat ze kunnen doen is diezelfde pijn wat ze binnen zich voelen ook naar buiten te uiten. Ook te zorgen dat anderen dat hebben. Maar wat doe je hier tegen? De Turkse nazistaat is mislukt. Je zegt ze maken nog steeds dezelfde fouten. Wat moet anders? Nou kijk, dat oorlog moet gewoon stoppen. We weten gewoon dat 30 jaar, sinds de oprichting, 35 jaar van de PKK, dat terrorismeprobleem is niet opgelost. Al die militaire middelen, dat heeft tot niks geleid. En de Koerdische kwestie, het moet op een politieke manier opgelost worden. En daarbij was de vredesproces van 2013 tot de zomer van 2015, was daarbij revolutionair. Want daarin stonden gewoon twee partijen aan tafel. En dat is zeg maar de Turkse staat met al die veiligheidsdiensten en de PKK. Vertegenwoordigd door Öcalan, die met die brieven in contact was met Kandil. En dat was de manier. Kijk, het is veel moeilijker met onze geschiedenis, onze gemeenschappelijke geschiedenis, om de wapens op te pakken. Juist om met elkaar te praten aan tafel met die hele traumatische geschiedenis, dat is het moeilijke. Mm-hmm. En toch is dat de enige weg om te volgen. En dat is ook waarom ik in 2015 met een aantal betrokkenen, zoals Mirko Juamer, Bedel Bayrak, Suna Floret, Tato Martirosyan, we hebben gewoon gezegd, laten we gewoon bij elkaar komen en die kanalen openen voor ons, voor het volk, die niet wil vechten. Waarom moeten we vechten als we ook die problemen pratend kunnen oplossen? Willen we Koerdistan, oké, laten we over Koerdistan praten, van autonomie of een onafhankelijke staat. Hoe gaan we daar naartoe komen? Gaan we daar vechtend naartoe komen? Dan zal geweld altijd onderdeel van ons zijn. Maar als we gezamenlijk naar die Koerdistan kunnen komen, door te praten met een verdrag, met een vredesakkoord, dan zal uiteindelijk dat leiden voor, dan is dat in de beste van beide volken, van meerdere volkeren. Want wat gebeurt er nu? Dienstplichtige soldaten van 19, 20 jaar gaan dood. Aan de andere kant, het hele volk wordt onteigend. Ze worden gebombardeerd. Is dat het waard? Is dat het waard? Ik denk het niet. Het is gewoon heel lastig. Ook om hierover te praten vanuit luxe Westen. En terwijl daar moet het gebeuren. De oplossing ligt daar. Wat wij hier vanuit het Westen kunnen doen, is kijken of wij signalen van vrede kunnen opsturen. We zijn zo geprivilegeerd
Maar toch leven we met zo mee met wat er daar gebeurt. Mm-hmm. Het is ook, ja, waarom denk je dat al die vluchtelingen hier naartoe komen? Omdat hier toch een relatieve vorm van veiligheid en vrede is. En het is gewoon belangrijk om aan tafel te gaan. Mm-hmm. En te praten ook over die gevoelige kwesties. Kijk, als je in Armenië bent, daar hebben mensen nog steeds een claim op dat gebied. Dus die claim is zeg maar niet alleen vanuit Koerdische kant, maar ook het Assyrische kant, het Armeense kant. En hoe ga je, zij willen ook herstelbetalingen. Ja. Ze willen gewoon een hele volk is vernietigd. En hoe ga je dat oplossen zonder te praten? Ja, als je niet praat, dan is geweld. De enige optie. Ik ben het helemaal met je eens. We voeren nu al wellicht 100 jaar oorlog en burgeroorlogen. En die gaan, dat gaat niet lukken. We gaan er niet mee komen op die manier. Ja. Alleen wanneer je zegt, de oorlog moet stoppen. Ja, uiteraard. Alleen, wat het probleem daarmee is dat... Kijk, hoe heeft Turkije nou die offensief genoemd in Syrië? The White Dove of Peace nog iets? Het is een vredesoffensief. Het wordt beschouwd als een vredesoffensief. Vredestak. Vredestak, zo is inderdaad. In Afrin inderdaad. Dat is denk ik de crux van het probleem. Inderdaad, ik denk dat er heel weinig Turken zijn die zullen zeggen, nationalistische Turken. Die zullen zeggen, oorlog is goed, daar willen we heen. Ik denk wat ze zullen zeggen, de enige manier waarop we vrede kunnen bereiken is door... terroristen op te sluiten. Wanneer je zegt de oorlog moet stoppen, er is nog iets daarvoor af. En inderdaad is het aan tafel zitten, maar ja, het is veel makkelijker om de wapens op te pakken dan aan tafel te zitten met degene die jouw doop heeft afgebrand. Het is veel makkelijker om vanaf een afstand een kogel door iemand neer te schieten dan degene die jouw doop heeft afgebrand en die wat dan ook in de ogen aan te kijken en daar een gelijkwaardig gesprek mee te voeren. En die trauma, ik weet niet hoe we daar uitgaan komen. Klopt, je hebt daar helemaal gelijk in. Het is, zoals ik al zei, het is makkelijk om vanuit hier te praten. Dan als je zeg maar je hele familie is vernietigd, is verbrand, bijvoorbeeld in die kelder in Cizre. Maar ook zeg maar aan de andere kant, en dienstplichtige soldaten zijn omgekomen, die zijn ook helemaal niet geïnteresseerd in een oplossing. Maar uiteindelijk ligt de oplossing wel vooral zeg maar, bij de acceptatie van Koerden als gelijkwaardige mensen. Mm. Dus en kijk, je hebt dus die invasie gehad in oktober in het stukje Noord-Syrië, in Rojava. En wat is er gebeurd? Er zijn, je hebt daar nu een klein strookje, maar je hebt zoveel mensen vermoord. Er zijn zoveel mensen nog meer getraumatiseerd. Je hebt eigenlijk geïnvesteerd in oorlog, in een eindeloze oorlog. Ja. Dit terwijl als jij die plek daar had geaccepteerd als jouw buur, als jouw, als een gelijkwaardig land, mm-hmm. Ja, dan had jij geïnvesteerd in vrede en dan waren al die soldaten niet doodgaan en ook al die andere mensen niet doodgaan. Ja. Ja. En dus daar ligt eigenlijk de grootste verantwoordelijkheid. Dus bij Turkije en vooral bij Turken die Koerden en Koerdistan moeten erkennen en accepteren. En dat is er niet. Ja. Dat is er Ik niet. Denk inderdaad, al is het alleen maar omdat Turkije de grotere machthebber daarin is, dat heel belangrijk is dat vanuit Turkije de acceptatie van Koerden als gelijkwaardige mensen als eerste stap ontstaat. Precies, en dus die verantwoordelijkheid moeten ze nemen. Alleen ook dat tijdens het mislukken van het vredesproces, het ligt vooral zeg maar wat er gebeurt in Syrië. En daar is gewoon een, ja, de afgelopen 10 jaar is daar gewoon, de mensheid is daar verdwenen. Als je kijkt wat er nu in Idlib gebeurt, al die verschillende bondgenootschappen tussen Assad, PYD, Rusland, Iran, Hezbollah en aan de andere kant zeg maar die Syrische oppositie, Turkije, ISIS. Mensen zijn zeg maar in zo'n houtgreep gekomen
Dus dat elk stap naar die andere kant als verraad wordt gezien. Ja. Of er is geen ding meer overgebleven. Ja. Er is geen individualiteit overgebleven. Ja, of een, ja. Dus, en dat maakt het zo moeilijk. Ook als je kijkt hoe bijvoorbeeld de oppositie tegen Assad naar de Rojava kijkt. Dat is ook zeg maar alleen maar haat en woestheid. Puur omdat zeg maar die link met Assad. En dat maakt het gewoon heel moeilijk. En wat moet er uiteindelijk gebeuren? Al die partijen die daar betrokken zijn, moeten uiteindelijk met elkaar praten. Dat is de enige oplossing. Ja. En als je niet praat, dan is vernietiging de enige de uitweg. Dat is inderdaad de keuze die je moet maken, denk ik. Wil je een heel volk vernietigen of wil je aan tafel in een vrede kunnen leven? Ja, dus je moet met Assad praten, je moet met PYD praten, je moet met Turkije praten, je moet met Rusland praten, je moet met Iran, met Hezbollah, met Rojava, ook met ISIS SDF. Moet je praten. Kijk, ook al die mensen die daar in die Koerdische kampen vastzitten. Kijk, dat is ook die kinderen, wat is hun schuld? Zij hebben geen schuld. En ook die kinderen die zeg maar met een Nederlandse link, ja, dat je ze in die kampen laat, dat leidt alleen maar tot meer terrorisme. Mm-hmm. Denk je dat die mensen zonder perspectief en zonder toekomst, dat er iets moois uit hun gaat bloeien? Nee. En daarom, het is makkelijk om te zeggen van we moeten praten. Maar dat is wel de enige oplossing. Ja. En de rest is zeg maar vernietiging. Ja. Ik denk dat het een goed moment is om te eindigen hierbij. Dankjewel. Ik wil je echt hartstikke bedanken. Een heel interessant verhaal. En ik hoop heel erg dat wat je hier aan het doen bent en de projecten die je hebt, goed gaan doorbloeden naar andere dingen. En wat je zei, als we hier signalen van vrede laten zien, dat over kan hevelen naar... Precies, dankjewel. Kijk, dit is gewoon een gesprek. En dit is voor mij gewoon heel belangrijk dat we dit meer van zulke gesprekken voeren. En ik wil ook jou bedanken dat jij mij die mogelijkheid hebt geboden. Graag gedaan. Dankjewel, Sjaar.